En laat ik met beginnen te zeggen dat ik mij ja, zeer gehoord voel deze hele dag. En dat ik echt iedereen dank die ook achter de schermen al heel lang bezig geweest is om dit te organiseren. Dat staat er nog niet in de tekst en ik denk ik moet dat toch zeker nog een keer zeggen. En ik vind ook dat u echt een applaus mag geven voor de mensen die in het provinciehuis, maar wij zeggen overigens het gouvernement, ik wil het een paar keer vandaag fout gaan, het gaat echt over het gouvernement, die in het gouvernement altijd verantwoordelijk zijn voor de organisatie dat alles zo goed loopt. En dat zijn niet alleen de bodems, facilitair bedrijf, dat is ook evenementen, ook zo kabinet enzovoort. Als u daarvoor klapt, dan klap je meteen voor de organisatie. Ja, en toen moet er nog een tweede ding. Dat lied, het tweede lied van het werk was wel een heel toepasselijk werk, want dat komt uit het Jungle Book, tenminste daar is het bekend geworden. En laat ik nou ooit bij de welpen zijn geweest, dat weten veel mensen natuurlijk nog wel. Ik ben iets kwijt en dan moet ik even aan Eline vragen of ze nog een nieuwe voor mij heeft. En dan weet Eline waarschijnlijk wel waar het over gaat. Maar het Jungle Book komt, dat is het verhaal van de welpen. En de welpen, daar zijn ik ook mee begonnen. En ik vond dat zo leuk bij die welpen. Dan had je ook Akela's. En ik heb uiteindelijk ook maar besloten om met een Akela te trouwen. Daar heb ik nog nooit spijt van. Dankjewel. Goed. Beste Limburgers. Beste gouverneur. Bijna 10 jaar geleden betrad ik samen met Lizzie de Statenzaal. Dansend. Want ik mocht gouverneur worden van deze prachtige provincie. En ik bleef dansen. Zeker toen ik tijdens en na mijn kennismakingstoer langs alle gemeenten, die hier op de markt in Venlo begon, ontdekte hoeveel Limburg te bieden heeft. Het gaf mij eigenlijk al snel voldoende zelfvertrouwen om met een, zeker voor een bescheiden Maastrichtenaar, onwennige arrogantie te gaan beweren dat Limburg Nederland groter maakt. En aangezien ook Den Haag dat wel mocht weten, zag ik graag toe op het met veel bravoer openen van een eigen ambassade in de Hofstad rond Pinsjesdag 2014. Met als onmiskenbare missie het tonen van een grensverleggend Limburg, dat langzaam maar zeker de mantel der bescheidenheid van de schouders laat glijden. En alle reden had om, net als ik, te blijven dansen. Want het ging goed, de economie groeide als kool. Maar wat mij vooral met trots vervulde was ons gedeeld besef dat die groei hand in hand hoort te gaan met de groei naar een meer menselijke samenleving. Een menselijke samenleving waarin iedere Limburger van jongs af aan de kans krijgt op een gezond en een zinvol leven. Een samenleving waarin we de kloven verkleinen en overbruggen. En ook een waarin, als het systeem nee zegt, de mens nog altijd ja kan zeggen. De fundamenten voor dat betere Limburg, waar we vandaag over gesproken hebben, dat hebben we samen dus al gelegd. We hebben voldoende vet op de botten en hebben ook geen compleet nieuw kompas nodig. Maar wel kunnen we nog wat meer zelfvertrouwen gebruiken. Zelfvertrouwen dat we ook nodig hebben om weer op te krabbelen, om ons weer aan het dansen te krijgen. Want we hebben wat voor de kiezer gekregen in deze provincie de laatste 1,5 jaar. Ten eerste natuurlijk corona, dat vreselijke virus dat vooral in Limburg zoveel slachtoffers maakte. Juist omdat hier in deze provincie onze levens zo met elkaar verweven zijn. En net zoals de lockdown keihard inhakte in onze behoefte om samen te komen en samen te zijn. En wat vond ik het lastig? Dat ik als gouverneur enkel digitaal dichtbij kon komen. Om iets van troost te bieden aan wie geen afscheid had kunnen nemen, of wie verpieterde in het isolement, overwerkt raakte in de zorg, of als ondernemer alle reserves zag verdampen. En ten tweede die watersnoodramp in hartje zomer, waarin zoveel Limburgers hun huis, hun haard, hun zaak en hun leven letterlijk voor hun ogen zagen verzuipen. En nu vond ik het lastig om niet in mijn laarzen te kunnen schieten, om slachtoffers steun te gaan bieden. Maar wat deed het me goed om te zien hoe goed de burgemeesters ook nu weer hun rol van burgervader of burgermoeder oppakten. En ik ben echt trots op het burgemeesterskorps van Limburg. En net zoals ik bijzonder trots ben op alle provincieambtenaren. Want wat hebben zij hun professionaliteit dubbel en dwars bewezen toen Limburg,
als een derde ramp, zo gezegd, die diepe kras in zijn ziel zag verschijnen. Een diepe kras veroorzaakt door de politieke crisis die het bestuur tot ontploffing bracht. Waarbij het mij en vele anderen echt verdriet deed dat het imago van onze prachtige provincie zo'n enorme deuk opliep. Verdriet dat wij onszelf aandoen. Beste mensen, Limburgers, in mijn toespraken heb ik vaker uit twee tijdschriften geciteerd. Hoe het eerste, het literaire tijdschrift De Gids, onze provincie in 1887 beschreef als, ik citeer, als een eigenaardig kind in het gezin dat moeite had die 10 andere kinderen in Nederland bij te houden. Einde citaat. En hoe het tweede, het Volkskrant magazine, ons als Limburg in 2017 150 kersen uitblaast, als dit Limburg wordt getypeerd als ontspannen ambitieus. En, ik citeer, dat aparte volkje dat ogenschijnlijk leed aan een minderwaardigheidscomplex, maar intussen succes op succes boekt. Maar zelf lijken we niet altijd te willen geloven dat het nakomertje in die tussenliggende 130 jaar zijn eigen unieke plek in dat gezin heeft veroverd en op vele fronten zelfs voorop loopt. Ja, ook op het gebied van integriteitsbeleid. Het ontbreekt ons dus kennelijk aan voldoende zelfvertrouwen om onszelf van die koppositie te overtuigen. Of om er fier op te zijn. We schieten schijnbaar toch gemakkelijker in het achterlopertje reflex. En daarmee schieten we ook in onze eigen voet. Want hoe verantwoordelijk voel je je dan om zuinig te zijn op ons imago? En wie bewaakt dan het beeld van Limburg als betrouwbare overheid? Zeker in een Rijnlandse provincie, waarbij partners en burgers op zo'n overheid willen kunnen bouwen en zich geen zorgen willen maken over de continuïteit. Het is dood en doodzonde dat in dat beeld barsten zijn verschenen. En ik hoop echt dat wij ons dat zelf en ons prachtige Limburg nooit meer aandoen. Bespaar ons dat verdriet. Natuurlijk, beste mensen, weet ik dat de meeste mensen van Limburg niet vastzitten in dat achterlopertje complex. Maar wie daar eventueel wel nog in zit, kom er alsjeblieft uit. En ondertussen ben ik dankbaar dat uitgerekend Johan Remkes, als waarnemer bereid was hier de scherven te komen lijmen. Johan, je was, en dan zeg ik het maar in mijn eigen taal, de juiste mens op de juiste plaats. Volgens mij knikt hij, want ik kan je toch een beetje verstaan. Nu was Limburg inderdaad al gewend aan woordnummers. De laatste 10 jaar wordt mijn positie tijdens de vastelavond, mondkapje maar af zeggen ze dat, maar tijdens de vastelavond inderdaad woorgenomen door mijn eigen sidekick, Theo de Tweede. Ik laat hem maar even zien voor de lui die dat nog niet gezien hebben. Ik vraag me overigens af of de lui in Limburg dat ooit het verschil gemerkt hebben, die lui toch. En als je hem nu zo neven mij ziet staan, dan zoek je meteen eens wie een nevenfunctie uitzoekt. En dan nog eens een nevenfunctie die niet aan de Provinciale Staten, laat staan aan Joep Domen, is gemeld. Ik heb nog gedacht om deze avond aan Johan uit te lienen. Maar ja, of hier van de Staten toestemming krijgt voor nog een nevenfunctie, ik betwijfel het, Johan. En om hem nu vanuit Limburg nog een aap op zijn schouders te zetten. Johan, ik zei zojuist dat het goed is dat je schouders breed genoeg zijn om al dat Limburgs leed te kunnen dragen. Dames en heren, tot slot, ik ben dankbaar voor dit afscheid. Het is voor mij een mooi moment om een tijd van rouwen en louter inderdaad af te sluiten. En graag had ik onze wegen pas over 2 jaar zien scheiden. En niet omdat ik nou zo hechtte aan het ambt, al was het 10 jaar wel de mooiste baan ter wereld. Maar vooral omdat ik en mijn team, want gouverneur zijn is echt teamwork, nog niet klaar waren. Heel graag hadden we Limburg samen met u allen nog verder op weg geholpen naar dat nog beter bestaan voor alle Limburgers. Naar dat beter Limburg. Maar helaas, dat mocht niet zo zijn. Maar mijn leed is absoluut verzacht door de vele, zeer vele aardige
lieve kaarten, brieven, appjes enzovoort, die ik heb mogen ontvangen. Ik voelde me vandaag nog net niet heilig verklaard. Daarvoor heb ik zeer zeker nog niet genoeg wonderen verricht. Maar ik kan u wel zeggen, het voelt als zalig. En ik wil daar echt iedereen hartelijk voor danken. Wim Kan, nog de grote cabaretier wie hem nog kent, die noemde ooit dansen het bidden met de benen. En ik beloof u, ik blijf dansen voor Limburg, in nog veel beter Limburg. Het gaat je goed, het gaat Limburg goed, het gaat Limburg beter. Bedankt, ik heb je zag. Het blijft duren. Nou, een prachtig applaus.